Een zeer goede middag, welkom bij Media Markt Live. Ik ben Geron en ik word weer bijgestaan door David Leenaert van Media Markt Turnhout. Dat klopt, Geron. Goedemiddag. Goedemiddag. Dames en heren, we gaan het vandaag niet meer hebben over smartphones, zoals vorige week. We gaan het vandaag hebben over alles wat met fotografie te maken heeft, met filmen. Want ja, mensen tegenwoordig worden heel vaak foto's van jezelf getrokken, maar mensen zijn ook bezig met vloggen, mensen zijn bezig met action shoots, whatever. Daar gaan we het allemaal over hebben. En niet alleen over de toestellen, maar ook over hulpmiddelen en dergelijke. Ja. En ze kunnen ook vandaag weer van alles winnen. Wat moet je doen? Ten eerste, heel deze live gewoon uitzitten en goed luisteren. En op het einde krijg je een paar vragen. En daar gaan we een winnaar uittrekken. En die kan dit winnen. Laat eens zien. Ik ga laten zien wat hij of zij kan winnen. Ja. Dat is de Mavic Mini. Voilà. En wat is dit? Een drone. Dat is een drone. Een drone waar je mee kunt vliegen. En je kunt er niet meer vliegen, hè? Die vliegt zelf. Maar je kunt dat wel filmen. En, ultralight. Ultralight blijkbaar. Ja, de everyday flycam. De doos is zwaarder dan een drone, dat schijnt. Ja, dat klopt helemaal. Dus die kun je winnen. Ja, straks stellen we dus inderdaad vragen en dan kan je de drone winnen. Het ziet er een beetje net als een alien ook. Heb je als met een drone gevlogen? Ik heb wel niet zelf, hè. Nee? Als een speelgoedje, jawel. Speelgoed wel, maar ja, dat wel. Mavic One. Mavic Mini. Ja, cool. Ja, DJI, Mavic Mini. DJI is een beetje de Apple van de smartphones, vind ik, op het gebied van... De Apple van de smartphones? De Apple van de smartphones, dit is echt wel de shit. Mag ik dat zo zeggen? Maar de Apple van de smartphones. Ja, Apple heeft een bepaalde status. De Apple van de fotografie dan. Smartphones is DJI echt wel, maakt toch wel, denk ik, de beste drones. Oké, dan is het de Apple van de drones, niet de Apple van de smartphones, dat bedoel ik. Klopt, helemaal juist. Ja. Maar het is middag, hè. Het is 2 uur. Het is middag. Het is 1 uur. Ja, compleet. Ja, ik ben nog niet lang wakker. Het was een late nacht. Een late nacht? Wat heb je gedaan? Gisteren opgetreden. Ja. Heel plezant. En dan iets gaan drinken met vrienden en te voet naar huis, uiteraard. Ja. Maar het was laat. Oei. Ja. Nee, bij mij niet, maar ik moest dan ook goed uitgeslapen zijn, want we gaan het hebben over iets moeilijk. Goh, eigenlijk moeilijk en niet moeilijk. Geron, we gaan het hebben over fotografie. Ja. En we gaan dat heel breed opentrekken. We gaan het hebben over, de top van de top van de top buddies. Okay, alright. Maar we gaan het ook hebben, en daar gaan we mee beginnen, over action cams. Action cams. En wie action cam zegt... GoPro, denk ik. Voilà, top. Alright. En we zitten ondertussen aan de negende generatie. Zijn jullie zeker dat dat niet de 6 is? Nee, het is de 9. En net zoals u vorige week geleerd hebt bij Apple... U zegt gewoon Geron, ja, of jij. Geron of... Of meneer. Ja, of vriend. Ja. Dat is helemaal onze tweede keer, we worden wat vrienden van elkaar. Nee, wat wou ik hier eigenlijk over zeggen is dat GoPro elk jaar een nieuwe GoPro uitbrengt. Dus de nieuwste editie, de 9e keer, 9e jaar. Mag je die open? Mag je open doen, natuurlijk, absoluut. Ja, ik vind het altijd leuk om dat van dichtbij te zien. Hè. Ja, absoluut. Ja, ik merk dat ook in meer en meer in echt professionele filmsettings. Duiken die meer en meer op, hè, GoPro's. Alsjeblieft. Ja, absoluut. Waarom? We spreken hier toch over een camera van 23,6 miljoen pixels. Hè. Dat zal u misschien niet veel zeggen, maar vergelijk dat met uw smartphone. De manier, veel mensen denken, ik film tijdens sporten met mijn smartphone. Dit is 23,6 miljoen pixels, dat wil zeggen fantastisch beeldkwaliteit. Inderdaad, zoals dat je kunt zien, je hebt 2 schermen aan deze GoPro 9. Ja, dat is gewoon, je voorkant is ook een volledig scherm. Ja. Zolang je waarschijnlijk kunt zien dat je hem hangt, hangt goed. Hangt goed, voilà. Je moet niet door het gaatje zitten turen, de volledige achterkant is scherm. Ik heb er juist nog geroken, maar dat is gewoon die plastic even een bepaald. Maar dat is gewoon dat het nieuw is. Dus vind je het niet leuk om aan nieuwe dingen te raken? Ja, alles met lijm, mag ik nog zeggen? Ja. Wat moet hierover weten? Uiteraard, het is waterdicht en stofbestendig.
Er zit een nieuwe Max Lens in. Wat doet de Max Lens? Die zorgt maximaal ervoor... filmen in je gewoon. Ja, maximaal filmen. Wat gaat hij vooral doen? Die gaat zorgen dat je, als je een beetje zit te bibberen, hè, nou een stevig nachtje uit. Ja. Bibberen, hey, ik drink geen alcohol. Nee? Dus. Ah, ja, okay. Dan gaat de Max Lens ervoor zorgen dat het horizontaal blijft, zodat het beeld van de GoPro... Een ingebouwde steadicam eigenlijk. Eigenlijk is dat een ingebouwde steadicam. Geschikt voor het livestreamen. Dat is ook nieuw. Vroeger hadden we dat niet. Je kunt de GoPro draaien en je kunt livestreamen. Dus je kunt dat met wifi of bluetooth? Of... Met wifi zit... hij kan via wifi of via bluetooth worden aangesloten. Oh, zijn broertje, de GoPro 8. En deze, 30% langer batterij. Waarom broertje, niet zusje? Of ja, is een GoPro niet mannelijk? Ik weet het niet. Ik vind dat niet mannelijk. Misschien is dat gewoon genderneutraal? Ik vind, ja, is echt. Ik vind, volgens mij is de GoPro mannelijk. Als ik zeg van, zeg die GoPro, ja, zo'n zangbal. Ja. Nee, hij hangt, hè. Ik denk het ook. Super handig. Ja. Wat is nog één belangrijk ding? Eén belangrijk ding, soms komt mijn turnhout er wat door. Hè. Ja, is één. Een... Ja, en stil. Met de camper, ja. De camper. Eén belangrijk ding is, hij heeft hindsight. Wat betekent hindsight? Hindsight. Insight of hindsight? Hint. Achteruit kijken. Ja, hij gaat eigenlijk... Terugkijken. Ja, eigenlijk kan je met deze GoPro... In het verleden teruggaan, back to the future. Ja, ja. Je kunt de hindsight zo... Wil je moeder zien als 16-jarige koopt? Dat zou toch kunnen? Ja, absoluut. Ja. Ja, mag ik nu zeggen wat ja, waarschijnlijk. Dat was niet juist, heb ik gezegd. Nee, dat was helemaal niet juist. Maar hij kan zo worden ingesteld dat hij permanent blijft filmen. Dus stel dat je 3 uur gaat skiën en je zet hem op je helm. Hij blijft eigenlijk om de 15 of 30 seconden een beeld maken. Die beelden kunnen achter elkaar zitten, waardoor je eigenlijk altijd aan het filmen bent. Dus je moet niet op een knopje duwen en filmen. Wacht, maar dan trek je hem een foto om de... Yes, en al die... Maar als je om de 30 seconden een foto trekt, dan heb je een heel hakkelig filmpje, hè? Ja, maar op die manier blijf je altijd filmen. Officieel, ik heb hier de handleiding bij mij liggen. De hindsight-functie is, de camera blijft tussen opnames door eigenlijk continu video opnemen in een buffer van 15 of 30 seconden. De buffer wordt aan het begin van je audio en video toegevoegd, zodra je begint te... op te nemen, zodat je dus niks... Ah, dus hij neemt altijd wel 15 seconden op, het is geen foto waarschijnlijk. Ja, voilà. Ja. Ja. Ik heb nog geen GoPro, maar ik vind hem er zeker super nice uitzien. Ja, ja. Ja, even mooi als zijn zusje, eigenlijk. Zijn broertje. Ja, ja. Oké. Okay. Voilà, dat was de GoPro. GoPro 9, het nieuwe paradepaardje, net gelanceerd. Alright. Van onze mensen, je kunt het ook kopen. Hè. Alle specs verschijnen hieronder, waar je het kunt bestellen. Ik zou zeggen, wilt je vandaag nog filmen, bestel hem direct. En binnen een paar dagen zit hem in de bus. Klopt. Denk ik. Yes. Ja. Het volgende dat ik je graag wil laten zien, en waarvan ik toch altijd weer onder de indruk ben, beste Gron, is de DJI. DJI OM4. En dit is... beste mensen thuis, eigenlijk een houder voor je smartphone, om het simpel uit te leggen. Ik ben op zoek naar het woord. Zo'n ding? Zo'n, ja, zo... oh, ik ben, ja, help mij. En een steadicam? Nee, een steadicam, nee. Ik weet het woord niet meer. Een selfie stick. Dat is geen selfie stick. Nee, maar het is zo groot. Een super, super handige, het lijkt op een selfie stick. Het is een ultra moderne, fantastische James Bond selfie stick die eigenlijk alles kan. Ik ga hem open doen voor u. Als ik hem open krijg, dat is wat lastiger. Weet je wat ik iedereen altijd open doen? Ja. Zo, heel veel geweld. Check. Voilà. Heb jij een smartphone? Ja. Voilà, wat is er nieuw aan deze DJI OM4? Is dat hem een magnetische sluiting heeft, dus hij is veel makkelijker te bevestigen dan. Ik heb dat nog hangen. Voilà, alsjeblieft. Hup, hangt. Yes. Dus eigenlijk heeft DJI een budgetvriendelijkere beeldstabilisator op de markt gebracht. Ja. Ja, wacht. Hij is er aan. Ooit gaat dat lukken, hè? Want dit zou redelijk belachelijk zijn dat ik zo zou filmen, hè? Ja.
Hij beweegt al. Ja, pas op. En het is een batterij. Ah, maar nu hangt hem juist. Ja, een batterij die heel de dag meegaat in deze nieuwe OM4. Magnetische bevestiging, zodat je merkt. Snel switchen tussen verschillende smartphones. En, wacht, ik denk dat ik die eerst recht moet zetten. Nee. Voordat ik met een ding eraan hang. Trilt. Ik heb het al kapot gedaan. Ja, vertel me voor, ik ben aan het luisteren. Dus je downloadt, beste Jérôme, een app op je smartphone om hem echt te kunnen bedienen. Dus we kunnen hem nu eigenlijk niet echt gebruiken, omdat zowel ik als Jérôme, de volledige functies kunnen we niet laten zien. Maar Nu zijn we er. Wacht, ik heb hem wel ondersteboven gehangen. Oh nee, je kunt dat gewoon draaien. Hoppa. Ja. Dat is dus wel degelijk een steadicam, hè? Yes, absoluut. Ja, maar ik zei er juist, dat is een steadicam. En zei jij van, nee, dat is geen steadicam, dat is een selfie stick. Dat is geen selfie stick. Nee, dat is absoluut geen selfie stick, maar het idee is dat je weer ergens aan. Maar dat is een steadicam, hè? Ja. Als je. Ik film af en toe. Als acteur en zo, word ik gefilmd. En dan is er die mannen met zo'n pak aan en een camera. En dat is dit eigenlijk ook. Ja, absoluut. Hij heeft ook een time-lapse functie, wat cool is. Hè? Weet je wat time-lapse is? Oh, ik ben... Hey, dat is ook kei cool voor je eigen te filmen. Ja, we kunnen geen selfie pakken natuurlijk met die corona. Hallo? En dan... Ja, heeft ook een time-lapse functie. Dat wil zeggen dat hij dus om de zoveel seconden een foto gaat nemen. Dat is wel een steadicam. Ja, voilà. Het is een steadicam, dames en heren. Ik ben er wel overtuigd dat dit een steadicam is. Nu film ik mijn kruis, een beetje raar. Sommige mensen doen dat wel, hè, hun kruis filmen. En dat dan opsturen naar Evelien, maar dat gaan wij niet doen. Hè. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is bangelijk. Cool, ik laat hem nog even... Oh, ik vind deze keileuk speel. Ja, man. Tof, hè? Ja. Ja, ik heb hem zelf nog niet. En elke keer als ik ermee werk, dan denk ik... mijn volgende cadeautje is een steadicam. Ik denk dat mijn buurman ook is beginnen te horen, trouwens. Maar... ik hoop dat je dat niet hoort, maar als je het wel hoort, is mijn buurman, de George, die is aan het bouwen. Ja. Dus ja. En die bouwt op zijn eindje door in het zwart, in het weekend. Ja. Dus. We dwalen af. Beste Jérôme, mag ik de steadicam terug? Of nee, mag je die gewoon even bijhouden? Ja, je moet hem even schouwen. Ja. Ja, okay. Goed. Voilà. Ja, aan het filmen. Dan het volgende. Je bent aan het filmen, hè? Ik ben niet aan het filmen, hè. Wacht, nee, nu niet met... Waar ben ik nu keer? Zo. Dus, wat hebben we gehad? We hebben een actioncam gehad, we hebben een DJI OM4 gehad, dus een steadicam. Ja. Voilà. Ja. Oké. Okay. Dat is een beetje oefenen misschien, maar kei plezant is. En het leuke is, je kunt zo... Wacht hè? Ja, hij is toch recht. Wacht, ik kan hem wel even op camera terugzetten. En als je beweegt, je kunt die dus vanzelf draaien, dat is onwaarschijnlijk zuiver. Hè? Ja. En dan beweeg je een arm, maar die blijft erin. De knopjes vooraan zijn een duim. Nee, niet meer. Ja, op een bepaald moment draait hem, maar dat is gewoon even wat oefenen. Ja. Mag ik uitspreken? Ja, absoluut. Maar ik ben kei... echt onder de indruk. Ja? Duim vooraan, slide joystick om te draaien op en op en neer te bewegen. Ja, dat heb ik. En, voilà. En aan de zijkant kun je er een tripod aan aansluiten. Poeh! Ja, my action. Maar deze film zou eigenlijk al... Dat is bijna cinema, dus. Goed, we gaan verder. We hebben een volgend ideaal kerstcadeau. Ja, je gaat mij onder de indruk en ik blijf met deze spelen. Ja, voilà. We gaan even van links helemaal naar rechts. We gaan van een speelgoedje naar nog iets cool. En dat is het... We gaan throwback... Polaroid! Yes! Oh. Throwback into town. Throwback into time. Ja, want dan is het in uw stad teruggooien, dat zou een beetje raar zijn. Throwback into time. Polaroid. Eh? Weet je, vroeger hadden... elke camera heette toen een Kodak. Ja, maar dan. En eigenlijk, Kodak is gewoon het merk, hè. Ja. En dat bestond zelfs niet meer. Bestond dat nog? Ik denk dat ik tegen mijn 16-jarige zoon zeg van, hey, pak de Kodak eens, dat je echt niet weet waar ik het over heb. Ja. Maar een Polaroid kent iedereen. Ik ga iets open doen. Dit is de nieuwe. Hè?
Waarom is deze... Ik wist niet dat er nog bestond. Ja, absoluut, absoluut. En wat kun je hiermee? Foto's trekken. Foto's trekken. En die komen er... Voilà. En uit en ja. Dan moeten wapperen. Deze nieuwe Polaroid wapperen. Now onderscheidt zich van zijn voorgangers door twee lenzen te hebben. Oké. Okay. Beste Geron. Voilà, we gaan hem uitpakken. Het is hij bestaat in verschillende coole kleurtjes. Wij hebben gekozen voor een mooie blauwe. Ja, voilà. Nog netjes ingepakt. Ja. Tegenwoordig heeft zoiets een ingebouwde flitser. Die zien er echt nog hetzelfde als vroeger. Ja, voilà. De zelfontspanner zit er ook op. Okay. Dat is dit knopje. Voilà. En een dubbele bedieningsfunctie. Hebben wij cassettes? Misschien zit er één in, hè? Standaard. Ja, voilà. Nee, cassettes. Ja, jammer dat we geen cassettes hebben. Nee. Wacht even, ik leg mij even, waar moet ik duwen? Ja, dat knopje dient om u, als je hierop duwt, hè, ja? Dit knopje, dan gaat dit open. Ja. Ik mag niet te dicht komen. Je duwt hierop, dit klikt open, je schuift hier uw cassettes in. Ja. Hè, en dan is het gewoon... Maar als je dan een foto wilt trekken, wat duw je dan op? Dan duw je... Wacht. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Hè. Je duwt hier op dat stas, dat is om te trekken. Deze knopje, okay. Denk ik. Dan moet ik heb het hier opgeschreven voor u. Het geel knopje is om hem aan en uit te zetten. Ja. Het getal 0 wil zeggen of hij opgeladen is. Ja. En een film laat. En het knopje aan de zijkanten is om van lens te veranderen. Voilà. Dus 1 knopje, 2 knopjes, 3 knopjes, 4 knopjes. Ah, voilà. Kei simpel, hè? Ja, en hij heeft een zelfontspanner ook. Waardoor dat, je een groep van je vrienden een foto kunt pakken zonder dat je iemand mist die achter de Polaroid-camera staat. Oh, dat is echt spijtig. Alleen dat geluidje. Ja, en dan zo. Hey, is de foto gelukt? Ja, mensen, kinderen. Ja, vroeger, hè? Nu trekt je een foto en zie je direct dat je foto gelukt is. Ja? Vroeger, hè, was dat dus. De snelste was dan deze: dat was trekken. En wapperen, dat was 5 minuten. De andere was trekken, naar de winkel gaan, 2 dagen wachten en dan miste pas wanneer je foto gelukt was. Nu weet je het onmiddellijk. Ja. Oh, tof kerstkanon, hè? Oh, maar dat is spijtig dat we geen cassette hebben. Ja, we hebben geen cassette. Daar hadden we moeten denken, hè, man? Ja, daar hadden we moeten denken, sorry. Ja, ik ben niet kwaad op u, hè, maar... Ja, nee, dat is terecht. Hebben de belangrijkste dingen die ik hier nog over wil zeggen. Dus 2 lenzen voor de bediening van autofocus. Dus je kunt makkelijk switchen tussen uw lenzen. He, dus je kunt niet alleen van uw vrienden een foto pakken, maar ook van een object in de verte. Ingebouwde flitser. Ah, je laat ook. Vroeger hadden die dingen geen flitser, hè? Nee, dan moet je dat erop zetten. Ja, voilà. Dus nu hebben die een ingebouwde flitser, een zelfontspanner, wat ik u vertelde, en dubbele belichtingsfunctie. Maar je moet voelen, dat is nog altijd hetzelfde als vroeger. Ja, dat is gewoon, hè. Ik had zo'n bruine. Een bruin met wit. Ja. Ik denk, ze waren op de markt, dan begonnen ze ook die foto's heel hard in te worden. Hè? En dan zijn ze, volgens mij, gewoon hebben ze gedacht van we laten dit niet passeren. En we beginnen opnieuw deze toestellen te ontwikkelen. De Polaroid anno 20, maar heet de Polaroid Now. Echt keileuk. Cool. Wel, ik kan mij er weer naar kopen, denk ik. Ja? Ik vind dat zo plezant, ook voor feestjes. Foto's trekken direct, flapper, om elkaar kunnen geven. Want dat vind ik wel spijtig aan de tegenwoordig. Je trekt heel veel foto's met je gsm. Ja. Maar hoeveel ontwikkelt je er nog? Voilà. Ik vind dat spijtig. Want ik had vroeger fotoboeken. En dan konden we doorbladeren en dan keek er nog eens naar je foto's. Tegenwoordig, dat is... Hoppa, je scrolt er eens door. Ja, maar... En niemand print die foto's af. Nee? Nee, voilà. Met dit onmiddellijk, check, foto. Goed. Voor mensen die nog nooit een foto hebben vastgehad, dat kan, hè, de jongeren. Top idee. Absoluut. Ik heb nog iets top. Voilà. Maar een grote doos. Ja, de grote doos, maar wel iets absoluut cool. Iets dat ik zelf ook heel graag zou willen hebben. Dit is de Mavic Air 2 Fly More Combo. In één keer zo gezegd. Alright. Dit is een drone. Ook een drone. Maar ook van DJI. En dus niet zomaar een drone. Echt een top drone. Alsjeblieft. Wacht, hè, mensen. Gewoon... Aan u om hem open te doen. Gewoon dat zakje al. Ik zou dat kopen voor dat zakje. Want het leuke is, die drone, je steekt die daarna er niet terug in. Maar heb je wel een toiletzak bij. Ja. Kijk, handig. Dus 2 in 1. Wacht, ik heb dat open doen. Lukt het?
Ja, dat zijn veel ritsen. Dus ik ben mijn best aan het doen. Zie dit. Zie dit. Zie dit. En je weet ook, dat past hier nooit meer terug in. En dan een toiletzak. Ja. Hier het tandenborsteltje. Ja. Maar jongen, dat is wel cool. Ik weet niet wat deze is. Dat is een doos, een verrassing. Dat krijg je er sowieso bij. En van deze even wegdoen, dus, dat de mensen het thuis ja, voilà, voilà. En deze ook even weg. Polaroid, we hebben nu al gehad. Ja, de Polaroid Now Blue hebben we gehad. Deze doos krijg je er ook bij. Dat is yes. Een verrassing. Zal ik dus, de specs even overlopen van deze nieuwe drone? Ik heb het gevoel dat je nu de specs gaat overlopen. Ja, hoor. Ik ga nu de specs overlopen. Ik kan ik de verrassingsdoos al open doen. Ja, doe jij de verrassingsdoos open. Ik ga hierover zeggen dat, dat je gedetailleerde foto's kunt nemen en video's in verschillende lichtsituaties door de vergrote sensor die erop zit. Gefilmd in 4K, hè? Dus dat is 4 keer ultra HD. Ja. 60 frames per seconde. Niks te maken met Studio 100, hè? Ja, K4. Niks. Ja. Hyperlapse foto's in 8K en een fotoresolutie van 48 miljoen pixels. Zot, hè? Dat is zot. En mensen, het zijn batterijken die erbij zaten, denk ik. Yes. Oh. Mag ik eens een keer zo doen? Ja, als we dat ding aan de praat krijgen. Even doen. Ja, dat kan niet zo moeilijk zijn. Ik heb hier... Ah, voilà, het pakket bevat een extra batterij, dames en heren. Ja, een extra batterij. Het eerste hier met de batterij in moet... Ah, wacht, hier. Ja. Hier moet de batterij in. Ja. Een, wat hem of wat haar? Is het een hem of een haar? We hadden straks die discussie. Ze vliegt, hè. Ze vliegt. Voilà. Wat nieuw is aan deze, is dat het een drieassige beeldstabilisatie geeft en trillingen in de lucht wegneemt. En de batterij gaat... Wat oh, dat moet je eerst wel een hoop dingen uittrekken. Ik kan dat niet doen, denk ik. Ja, nee, misschien niet. Als ik dat doe, kan die niet meer verkocht worden. En dan moet ze die misschien weggeven aan iemand. Ja. Oh, nee. Ja, maar misschien aan mij, dat zou ze maar kunnen. Dus ik kan... Een beetje zo zeggen, allee, dat heb ik hier helemaal open gedaan. Oh, dat krijg je niet meer verkocht. Nee. Belangrijk om bij deze drone toch nog te vertellen, is dat de maximum vliegcapaciteit 34 minuten is. Dat is wel, zie, die propellers hangen er precies van achter, hè? Ja. Dit is wel Star Wars. En dat is je gezichtje. Ja. Hallo. Kunt u hem ook een naam geven dan? We vergeten toch iets? Kijk, dat kan niet. Je moet toch langs vier kanten te bedienen zijn. Ik weet het niet. Hè? Dat is het kaske. Ja. Hier is de maan. Hier is de maan. Ja, is de maan? Ja, hier is de maan. We hebben hier gelukkig techniekers. Ja. Dat is die George die er juist aan het boren was. Ah, de George is ons een drone komen open doen. Voilà, fantastisch. Zie hoe gemakkelijk. Ah ja, zie. En dan zaten de vleugeltjes toch niet helemaal van achter. De vleugeltjes staan, ik zal de vleugeltjes dat zijn de propellers. Voilà. Oh, deze is... Dames en heren, zie. Het vliegt. Oh, ik vind dat wel cool. En kun je zo... Hoog kan die? De camera zit hier. Hè? Ja, dat weet ik. 100 meter. Hoogte. 34. Dat is wel spijtig. 100 meter, 10 kilometer per uur. Dat is net niet over de kathedraal van Antwerpen. Ja, juist niet. 10 kilometer per uur en 34 minuten vliegen. Dat is belangrijk, vind ik, als je een droom. En komt hij vanzelf terug? Dat komt vanzelf. Ja, dat komt vanzelf terug. Zit dan een GPS in? Je kunt best dus die zelf instellen. Als je gaat skiën, dat hem boven u hangt en dat hij u blijft volgen. Ah, die kan u volgen? Ja. Oh. Ja, echt, ik vind deze kei-plezant. Absoluut. En dat is ook ander materiaal dan vroeger, man. Dat krijg je niet meer kapot, hè. Hij krijgt dat waarschijnlijk wel kapot, ik heb ja, wel. Ja. Oh. Voilà, beste vriend. We hebben het over camera's gehad. Zullen we er iets nieuws bij halen of wil je nog wat spelen? Ah, hier zit die batterij. Zo. Dus ja, je gaat waar is uw afstandsbediening? Oké, okay, voilà. Deze werkt. Staat op. Waarschijnlijk een antenneke, hè? Ja, maar ik moet hier ook nog een paar van die liedjes uittrekken om contact te maken, waarschijnlijk. Ja. Jammer. Oh, dat is zo jammer, hè. Zo, we kunnen niet ook niet in uw appartement rondvliegen. Jawel. Dat komt niet goed. Oh. Ja, dan kunnen we de source vliegen om te kijken of het gewoon bouwen is. Oh.
dat kan om een meter vliegen, hè? Ja. Dat moet niet 100 meter, hè? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. Voilà, alright, dat was hem, de DJI OM4 stabilisator. Vergeet niet mensen, jullie kunnen zo winnen, ja. Niet in deze, maar de mini. Ik zal hem nog eens laten zien. Het is eigenlijk de kleine broer, ja. Voilà. Of zus. Of zus. Je weet dat nooit, hè, dat de dingen. Deze is te winnen. Ja, de Magic Mini. Yes. Makkelijk mee te smokkelen als je naar het buitenland gaat. Ja, en wilt filmen, stiek. Ja. Goed, wat heb ik hier nog? Een... Made for vlogging camera. Voilà. Oké, vlogging. Jij mag deze open doen, ik ga deze veilig. Ja, misschien deze ook even wegleggen. Vlogging. Zeg mij eens, wat is vlogging? Vlogging, ken je blogging? Ik ken blogging, ja. Heb je een blog? Huh? Nee, ik heb geen blog. Ik heb, want ik heb een podcast. Ah, een podcast. Ja. En die filmen we ook, dus dat is een beetje... Een vlogcast ook. Ja, dus je zegt het al, we hebben inderdaad een blog, dat is tekst, hè, op een website. En videofragmenten posten, dus je leven delen met iedereen, met video's, dat is vloggen. Gelukkig, dat is terug. Maar normaal doe je dat zo, krijgt, hè, brute kracht. Hè. Maar speciaal voor jou, laat ik het doosje heel. Kijk eens aan. Voilà, alsjeblieft. Ik kan ook lief zijn. Ja, absoluut. Daar twijfel ik niet aan. Voilà, ideale camera in een tof jasje, vind ik. Voilà, we gaan hem open doen. Hiermee kan je bijzonder creatieve en professionele vlogs maken. Wat ik belangrijk vind, is dat, en daar zijn ze bij Sony wel in geslaagd, is dat dit perfect... Maar wat is het verschil met een GoPro? Wat kun je met dit dat je met een GoPro niet kunt? Dit is niet echt geschikt om op een helm te zetten. Hè? Nee, dat bedoel ik. Daarom zou je dat toch misschien ineens van een GoPro, want daar kun je dan ook mee vloggen. Hè? Ja, je kunt met een GoPro vloggen. Hiermee, dit is echt gemaakt om te vloggen. Misschien is de kwaliteit nog wat beter. Ik heb hier de specificaties, gelukkig bij mij. Hij weegt maar 294 gram. Er zit een sensor in van 20,1 miljoen pixels. Autofocus, dus je moet je nooit zorgen maken over de schermte, Jerome. Focus op gezichten en ogen, dus je bent altijd perfect in beeld. Ja. Het LCD-scherm is super selfie-vriendelijk dankzij de Very Angle. Hè? Dus dat draait naar je toe, dat scherm. Handgrepenhuizing, zodat het perfect in je hand past. En de microfoon is richtingsgevoelig en heeft een windscherm. Dus je stem is duidelijk te horen. En wat heeft deze ook? Wifi, dat vind ik gemakkelijk. Ah ja, oké. Ik heb, een Sony-toestel gehad, gedownload de app, en dus hij zendt wifi uit. Luister je nog maar? Ja, ik ben keihard aan het luisteren, maar ik ben ook keihard geïnteresseerd in wat je allemaal vertelt. Ja, dat dacht ik. Ja. Dit toestel zendt wifi uit naar je smartphone. Je verbindt via wifi uw camera en eigenlijk kun je op een heel gemakkelijke manier heel snel content delen op social media, op Facebook, op Instagram, rechtstreeks van deze camera naar de app en van de app op... social media's. Dat zal dan waarschijnlijk het makkelijker zijn met dit dan met een GoPro. Ja, GoPro, ik zou denken GoPro... Actie, bewegen, zeker en vast. Dit is eerder een camera om te vloggen, minder om te bewegen. Dus hier gaat er niet mee wandelen, met een GoPro wel. Je kunt wandelen. En als je dit nu nog hierop zet... Dat gaat niet marcheren. Ja. Nee. Toen maar, hè. Je ziet, ik ben direct met die compatibele dingen geprobeerd, maar dat gaat dus wel volgens mij. Alleen moet dat plakken dan. Ja. Ik zou dat niet doen. Met gaffa. Nee, ik zou dat niet doen. Als het niet werkt met gaffa, dan heb je niet genoeg gaffa gebruikt. He, dat is waar. Check. Hij is wel niet opgeladen. Nee, hij is niet opgeladen. Spijtig. Ja. Helaas. Hebben we hem al eens goed laten zien? Zo. Ja. We zullen de producten die we vandaag hebben voorgesteld... Ja, dat lijkt op de Kodak, hè? Ja, dat lijkt op de Sony-reeks. Wat wij doen, Kodak zijn. Ja, absoluut. Voilà, de Sony-camera hebben we gedemonstreerd. We hebben de Polaroid Now. Excuseer. Dat is niet erg, het is uw Polaroid. We hebben de Polaroid Now hier. Voilà. Oké, doe even een retake in de live. Ja, ja, dat is keigoed. Ja, die redactiering, is dat niet belangrijk? Ja, dat weet ik. Ik ben erdoor. Voilà. Heb je geen toestellen niet meer? Nee, Polaroid hebben we gehad, de GoPro hebben we gehad, de Mavic hebben we gehad. Nee, dat zijn toch wel de paradepaardjes. Zo Canon, Nikon, van die... Ja.
Klanten vragen aan ons vaak, en dat meen ik, wat is het verschil tussen Canon en Nikon? Nikon. Ik denk dat Canon en Nikon heel goed met elkaar te vergelijken zijn. Al is het, en dan horen we dat is broer en zus, hè? Broer en zus. Of broer en broer, of zus en zus. Zus en zus. Wie zal dat zeggen? Canon is een beetje gebruiksvriendelijker dan Nikon, horen we van onze klanten. Okay. Gemakkelijk in te stellen. Nikon even goed aan Canon, maar misschien mikt dat toch iets meer op de professionele. Ja, er wordt heel vaak met gefilmd zelfs. Echt, absoluut. Steeds meer en meer. Als een filmcamera gebruikt. Klopt. 20,1 megapixel camera. Dat wil misschien dat kunnen we aan onze redactie vragen om dat misschien hier ook onder wel te laten zien, hè, de Canon en de Nikon. We hebben hem hier niet, maar dan kunnen mensen wel. Ah, ja, maar hier. Ja, okay. Dat is het leuke aan live. Live en live, internet. Ja. En mensen die voor u werken, ja, onze redactieslaapjes, zeggen we dan, hey, post die eronder en dan posten die dat. Ja, hopelijk. Misschien zit ik nu gewoon met mijn lucht te lullen en verschijnt er hier niks. Ja, of zo, geron audiobakkes, dat zou ook kunnen. Heb je nog iets op te drinken? Moet jij iets drinken? Ja, alsjeblieft. Wat wil je hebben? Heb je een cola? Ik heb cola. Ik zal terwijl terug wat orde scheppen in onze feestelijke tafel hier. Ah, vind je het niet ordelijk? Ja, het is toch een beetje rommel. Ja, maar ik vind dat wel leuk. Dat wil zeggen dat je zo aan het werken bent geweest. Ja, absoluut. David. Dank u wel. Alsjeblieft. Nee, wel het over Canon en Nikon. Hè. Dat blijven de Messi en de Ronaldo van de camera's. Oh, een voetbalkenner? Ja, ik ben nu absoluut niet. Ik ben absoluut geen voetbalkenner. Maar Canon en Nikon zijn wel de Messi en de Ronaldo van de camera's. Dat zijn wel de twee beste voetballers. En dat wil ik je nog meegeven. Ja? Zoals vroeger de Kodak was bij de Pelé. Hè. Pelé? Dat is veel ouder. Hè. Dit is Messi en Ronaldo. Messi en Ronaldo. Canon en Nikon. Ja. Ja. Ik wou misschien nog meegeven dat Canon, ik heb hem niet bij, hij was niet voorradig, maar Canon heeft een nieuwe EOS R6 uitgebracht. Dat is toch ook wel eigenlijk het goedkopere broertje van de Canon R5. Is er, hè, want die kost natuurlijk al behoorlijk wat duizenden euro's, maar ze hebben een nieuwe Canon EOS R6 uitgebracht. Wat wil ik daarvan vertellen, is dat ideaal geschikt is voor indoor en outdoor, maar ook voor sport, wildlife en portretfotografie is dat de ideale camera. Okay. Dus als je voor je een kerstcadeautje zoekt, voor iemand die graag fotografeert, zeker de Canon EOS R6 niet vergeten. Dat is de laatste nieuwe dan? Ja, met een autofocus systeem. In de EOS R6 kan hij bij een lichtniveau van min 6 EV, en dat betekent eigenlijk het licht van uw camera, in 0,05 seconden scherp stellen. Dus beeld u in, je hebt een camera binnen de 0,05 seconden in het toestel aan het scherp stellen. Hij heeft Artificial Intelligence. Moeten we oppassen, hè? Ja, hij heeft... Ja, waarom? Dat wordt de ondergang van de mens. Is echt? Ja, Terminator nooit gezien. Nee. Ja, ik vind het vooral leuk als je een foto neemt van iemand die zijn hoofd bijvoorbeeld omdraait. Exorcist. En draait zijn hoofd. En draait zijn hoofd ook opnieuw terug, is hij automatisch scherp gesteld. Dat is ook automatisch in zijn laatste beeld. Ja. Toen is dood, hè. Is echt? Die kop dan helemaal omdraait. Ja, ja. Ja. Dat is heel lachen. Nee, maar dat mag. Dus ik ben nee, maar over die AI, dat is waar. Nee. Ze hebben onlangs twee computers met elkaar laten babbelen. En hoe ging dat? Eerst een gewone taal en begonnen te babbelen. In een paar minuten hadden die al een eigen computertaal gecreëerd dat wij niet meer konden volgen. Ja. En ze hebben dat moeten uitrekken. Dus het gewoon niet vertrouwde. Ja. Vorige week hadden wij het over Apple. Leuk om te weten, Apple gelooft heel hard in artificial intelligence. Ze zijn er heel veel centen aan het insteken om steeds meer smartphones slimmer en slimmer te maken. Ze denken dat Steve Jobs dan misschien terugkomt als robot of zo. Stel je voor. Ja. Zouden ze zijn brein hebben ingevrozen of zo? Alsjeblieft. Zouden ze zijn brein hebben ingevrozen als ze dat ooit willen inpluggen? Nee, geen idee. Ik weet het niet. Ja, maar dat wordt gezegd, hè, de ondergang van de wereld wordt ofwel een meteoriet, ofwel een hele zware ziekte, corona, ofwel AI. Ja, ja. Ik ga voor... Computers zijn zoveel slimmer dan wij, als je die eenmaal loslaat,
It's gone. Ja? Ja. Ik denk dat we eerder door een meteoriet van de aardbol zullen vliegen dan over AI. Ik denk dat we aan AI, Artificial Intelligence, ik denk dat we daar nog heel veel plezier aan gaan beleven. Ik denk dat we daar enorm mee moeten oppassen. Maar dat is echt? Ja, ik denk dat echt. Ja. Ja. Ja, Apple is 100% aan het inzetten op Artificial Intelligence. Onze vlogcamera heeft... Maar jij de Terminator echt nooit gezien? Ik heb nooit een Terminator gezien. Dat gaat er een beetje over, hè? Ja? Ja. Ja, niet gezien. Ja, met technologie die dan terugkomt en dan... Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. Topfilm. Ja? Ja. Nou, de meeste, zijn al 6. Ja, ik denk 5 of 6 hebben ze er al. Oké, okay, niet gezien. Nee, sorry. Arnold. Wat blieft? Arnold Schwarzenegger. Yes. Zeg... ik heb keiveel leuke dingen gezien vandaag. Ja? Ja. Wat zou je kiezen onder uw kerstboom? Oh, ik zou dat zo moeilijk vinden. Ik zou dit echt moeilijk vinden. Ja. Die Polaroid niet. We hebben het gehad over top. Die Polaroid niet. Nee? Want die wil ik hebben voordat ik al naar dat kerstfeest ga. Ja. Dat ik niet pas kan trekken nadat de cadeautjes open zijn. Dus die wil ik al hebben daarvoor. Ja, oké. Okay. Deze vind ik heel handig, omdat ik denk dat ik dat veel zou gebruiken. Ja. Je hebt het kunnen, proberen. Ja. Het werkt fantastisch. Het werkt voor elk toestel trouwens belangrijk om te zeggen dat je niet bang moet zijn dat je toestel te groot is. We hebben het getest. Het past. Zelfs de iPhone 11 Pro Max en de grote Samsung Note 20, de grootste toestellen, je kunt die hierop zetten. Ja. Dus fantastisch. Voilà, dan hebben we de... Ja, en de drone. Hè. Oh. De drone, ja. Oeh. Ja, absoluut. De drone. Ja, het is heel leuk speelgoed. Ja, maar je zit er nog niet. Maar moet ik kiezen of mag ik gewoon zeggen alles? Ja, nee. Dat is een beetje hebberig, hè? Ja, die GoPro ook, hè. Ja. Ja, maar ik ben wel met film bezig en zo, dus ik zie wel keiveel mogelijkheden. Eigenlijk zouden een tv... Je maakt ook tv-shows. Ja. Eigenlijk zouden u een tv-show zo wel kunnen filmen met de GoPro. Ja, we hebben al keiveel GoPro's gebruikt, we hebben al keiveel drones gebruikt. Ja. Ja, voilà. Dus zeker de GoPro 9. En dus wat wordt het dan? Gaan we... Ik denk dat ik voor deze gewoon even zo langs me gespeeld ook. Ja, oké. Okay. En ik denk dat ik gewoon aan tafel zou zitten, ook constant het filmen. Ja, je kunt me aan zo'n Lars von Trier filmen in één shot helemaal. Maar Lars von Trier moest dat niet bewegen? Nee? Wel, ja, dat beweegt, hè. Dogma. Nee, dat is Dogma 95. Dogma 95, nee, ja. Ja. Voilà, dan zijn we denk ik klaar. Ja, mensen, we zijn er iets rapper door. Nee, dat is niet waar. We moeten nog een wedstrijdvraag verzinnen. Nee, die verzinnen wij niet. Want die komt hieronder? Onze redactieslaafjes, hè. En dan nu verzinnen. En dan kun je effectief die mini winnen, hè. De mini, ja, voilà. Dus, ja, die hadden we hier. Ja, dat was het, voilà. We hopen dat je het gewoon interessant vond. Ja, absoluut. We hopen dat je misschien al een paar dingen gekocht hebt, dat je zo... Als ik nu aan het kijken was, ik had al gekocht. Ik ken mezelf. En dan had ik waarschijnlijk een drone of deze. Ja, okay. Afhankelijk van mijn budget. Ja, voor mij een drone. Ja. Ja. Dus dames en heren, ik ga zeggen, dankjewel voor het kijken. Dit was duidelijk, ik ben gerond. En volgende week zijn we er terug om 10:00. Live met Mediamarkt. Live. Dus simpel is. Tot dan. Ciao.